doe dan langzaam je content zeg maar een beetje uitbouwen, zeg maar. Dus, want er is zoveel content. Ik heb mijn content ook opgebouwd in de loop van ongeveer 10 jaar of zo ondertussen. Ik heb deze game zelf gekocht in eind 2012, in december. Dus ik heb ongeveer 10 jaar nu deze game. Dus, Promogmachinist voor u staat gereed. De stoptrein 30824 naar Zutphen. Maak het trein gereed en laat de passagiers instappen. Uw vertrek staat gepland om 9:14. Een hele fijne rit. Nou, dat zullen we zeker doen. Stoptrein 30824. We staan in Winterswijk en we gaan naar Zutphen. Doen we 90. De Sintersgebuurde stellen. Als het goed is, moet ik kaartje refreshen. Zo van pauze afhalen. Ik weet trouwens niet of deze ook voorzien is van de ik ga in de 40 stand. Dit maar met Sintershuik. Ik ben eigenlijk serieus benieuwd voor iemand die, die kan repainten om eigenlijk zeg maar... eigenlijk de Sinter, want op zich de Sinterskleur was op geel-wit, geel-wit-blauw. Om eigenlijk zeg maar dit eigenlijk op een fleur te maken. Dat zou awesome zijn. Maar ja, ook de Twentelin, dit is de... Connection variant dan, hè. Dus in de tijd dat deze reden, zeg maar, dit is de iets donkere rood variant, dan volgens mij is deze zelfs een beetje te licht. Maar... Kijk, dit zijn de originele. Is wel awesome. En de kaart staat nog in Norwich. Omdat ik natuurlijk waarschijnlijk de ding vergeten ben. Om op play te drukken. Dank je trouwens, gek idee. Ik moet zeggen, ik heb deze in model. Maar dat is ook wel echt... zijn hele fijne trein om in te reizen eigenlijk. Net op de maximale snelheid over het hele trein is 100 km per uur. Dat was in deze tijd. In deze tijd. Ja, het is de iets moderne variant. Maar... was toen zo. Ja, dit is de eerste variant. Met een stickertje. Dat is de tweede variant. De derde variant is de Twents met de paard, zeg maar. De Twentse Ros. Daar rijden de bussen trouwens nog steeds mee. En de huidige variant is gewoon blauw net. Keoli blauw net. Met, als je goed oplet, zijn er drie varianten van. Je hebt een variant van Zut van Oldenzaal, dacht ik. Hengelo Lochem en Goor en Delden. Ja, die is geheel rood en die heeft een, aan de voorkant een witte baan, dacht ik, een grijze baan schuiven, dacht ik, maar ik weet even niet meer exact allemaal voor kleuren. Dames en heren, welkom in de stoptrein richting Zutphen. Deze trein zal stoppen te Winterswijk West, lichten voor Groenlo, Ruurlo, Vorden en Zutphen. Ons eerstvolgende station is Winterswijk West. Moet even wennen aan dit ding. Yish. Yish.
Yes. Kom maar. Holy moly. Moeten we even wennen überhaupt aan de remmen ook alweer, want dat is... De remmen zijn zeepkist. Ja, even een fact trouwens, de lintjes zeg maar, die zijn... waar hier te vroeg. De lintjes, zeg maar, die zijn allemaal overgestickerd in Winterswijk. Dus in de periode dat ik ging, we wel eens een keer dan via Ruurlo ook wel eens een keer richting huis. Toen in de avond, dan zag je wel eens een keer een kruising op Ruurlo. Er gebeurt eigenlijk bijna nooit een kruising. Maar dat was toen op een moment, zeg maar, dat dus de overbrenging was, zeg maar, van de lintjes. Dus er ging een Twents lintje, ging die kant op. Dan vervolgens komt er gewoon een Arriva-trein, gaat weer verder. De ene was rood en terug kwamen ze blauw. Ja, ik moet even wennen met deze remmen weer. Ik heb een tijdje met de DM90 al niet meer gereden. Dus, we gaan nu onderweg richting Lichtenvoorde. Ja, op dit moment, ze rijden nog steeds in principe officieel onder de vlag van Sinters. Zover ik heb vernomen, ik weet niet of dat recentelijk veranderd is, maar de registratie is nog steeds Sinters in Nederland namelijk. Maar bestuurders en wat dan ook is allemaal Kioli Nederland tegenwoordig. Ook al zie je af en toe zie je nog wel eens een keer machinisten en ook buschauffeurs met een oude Sinterslofie. Zo mooi. Nou, zoals te zien speelt het zich in de herfst af, dit scenario. Deze? Oeh, ik kan deze ook. Dat is wel een beetje extra. Kijk, dat is beter. Nou, in principe is het Keoli Nederland hebben. Maar ze rijden inderdaad, zeg maar, nog steeds met de Twents en de Sinters namen. Eigenlijk hadden ze gewoon Sinters moeten blijven heten, maar ja, je weet het hoe het met samengaan is. Ik noem nog steeds Sinters in sommige gevallen, dus. Maar ja, einde van de concessie komt er alweer bijna aan. Dus volgens mij, ik dacht 2025, dacht ik. Dan is het benieuwd of ze nog opnieuw gaan bieden, zeg maar. Of dat ze een andere aanbieder het laten doen.
ben op zich behoorlijk tevreden over hem. Dus, met onze weg. Nou, komen we soms in over de N18, of in ieder geval over de N18, onder de N18 door. Ja, ik ben benieuwd of ze er inderdaad van afgaan van Oldenzaal-Zutphen. Want Oldenzaal-Zutphen is eigenlijk de enige originele lijn na NS die hun hebben gehad eigenlijk nog. Het was zeg maar Oostnet en Sintes vervolgens en dames en heren, het volgende station is Lichten voor de Groenlo. U kunt hier overstappen op de bus richting, u raadt het al, Lichtenvoorde of Groenlo. Volgens mij zei ik dat net, gek idee. De omroep zit er volgens mij tegenwoordig niet meer in, die ze doen. Volgens mij doen ze, zijn met name die originele stem die ze Arriva had, zeg maar. Die hebben hun vervangen voor, volgens mij een computerstem. En dan hebben ze de bussen uitgelaten. Was hier laatst trouwens nog op Lichten voor Groenlo. Laten we zo zeggen, dit zijn de achterplaats. De zwarte kleur is volledig weg. Het is een albino sign geworden. Dat fluitje van deze trein hierin, die is niet hard genoeg. Bert, goedenavond, welkom. Dit is Lichten voor de Groenlo, inderdaad. Lichten voor de Groenlo, moet ik het wel goed zeggen. Mogen zo gaan. Joehoe.
Let's go. Want ondertussen, iedereen, omdat dit, deze overweg nog steeds gesloten is de hele tijd. Iedereen staat daar te springen, zo van, ik moet de bus halen. En dan vervolgens zo van, de bus die wacht wel totdat je bent. Ik weet trouwens nog wel, dit was vroeger... Toen Sinters in deze tijd hier reed met de bussen, toen... Was dit niet lijn 72? Dit was toen lijn 74. Want ik ging vroeger van Neden richting Wittes, richting, ja, soms wel eens richting Doetinchem. Soms via die, meestal via Ruurlo. Maar toen was het lijn 92 richting 92 richting Eibergen. En 's ochtends vroeg werd dat 74. Richting Doetinchem. En die ging daar via het station. Die draaide vervolgens bij Lievelde richting Lichtenvoorde, zeg maar. Zijn ook altijd weer wat anders. Danny, goedenavond, welkom. Gek idee, ik zou dat toen de tijd altijd de kruising, dan kun je wegstrepen. Dat is nog steeds zo. Kijk met die buslijnen bij ons, shish. Nou, één ding wat ik eigenlijk persoonlijk eigenlijk niet zo heel fijn vind van bijvoorbeeld, kijk, ik woon dan nu niet meer in Doetinchem, ik woon ergens anders nu. Dus, maar ik had vroeger altijd, ik ging altijd naar mijn ouders, dus ik kon altijd ook in de avond terug naar huis. Ik doe dat nu nog wel eens een keer, maar ik moet op tijd weg. Een of andere wijsheid bij Arriva heeft toen besloten om de lijn richting Borculo in de avond te cancelen. Dus ik moet op tijd weg naar huis altijd, ook in het weekend. En ook op zondag. Zondag is er nooit een dienstregeling of zo. Maar waarom ben jij aan het... Ga weg. Echt waar. Op een of andere manier denkt de telefoon tegen mij te moeten praten. Dus... Sorry. Ik mag maar 100. In deze tijd was het ook nog 100 hier, zeg maar. Dit is pas... Onder Arriva, een paar jaar na Arriva, is dit geüpgraded. Dit is al de nieuwe situatie, maar ik weet nog wel dat ze deze toen hebben geüpgraded. Want ondanks trouwens de vernieuwingen van ProRail hier met al het spoor wat hier vervangen is, schokt het nog steeds. Was het al 130? Ah, oké. Okay. Ja, ik weet het niet zeker. Ja, laten we zo zeggen, ik ben geen machinist geweest in die tijd. En nog steeds niet, helaas. Maar goed. Laten we gewoon doen alsof we een aanwijzing hebben gehad dat we maar 100 mogen. Maar ik moet wat bijschakelen ondertussen. Voor de Groene Winterswijk West was het 100. En daar is het, dacht ik, tegenwoordig 140 tussen Vorden en Zutphen. Heb je ook begrepen? Ja, je kunt het altijd gek idee, je kunt het altijd in de briefing zetten, hè? Want dat is. Enige wat soms wel eens opvalt, zeg maar, in
jouw scenario, je briefing is hetzelfde als de titel. Bijvoorbeeld op DustSins heb je een mooi stuk tekst er zeg maar bij staan. Normaal staat dat in de briefing. Of je kunt in de briefing bijzetten, zo van dienstregeling, Veem. Zie je bij de Duitse scenario zie je dat heel vaak. Veem Max 100 en zo. Dus, je kunt altijd meenemen. Ik heb dit stuk zo vaak gereden, als passagier dit stuk. Kijk, in principe als je hier kijkt, zeg maar, je hebt eigenlijk, je kunt hier eigenlijk bijna, zeg maar, deze dijk eigenlijk rechtdoor rijden, zeg maar, vroeger. Ze in een grijs verleden nog herinneren dat de WSM hier ritten voor mij met zoveel jaar van ons plan is. Ik weet wel dat er een scenario is toen met het einde van de blauwe engeltjes, zeg maar, dat hij bij de WSM overheen reed. Daar hebben we toen een scenario voor gedaan. Nou. Ik hoop trouwens dat het een beetje lukt in Winterswijk bij Transit Oost. Dat zij die blauwe engel inderdaad zeg maar de ATB kunnen laten inbouwen. Dat zou wel awesome zijn. Om dan vervolgens te toeren met die trein ofzo. Dames en heren, het volgende station is Ruurlo. U kunt hier overstappen op de bus richting Borculo en op de bus richting Zelhem Doetinchem. Rayon EG of NG is dit. Anders dan had ik hier EG gehad. Komende paar jaren nog niet gaan. Dat is wel jammer. Nou, gefeliciteerd, Pet, nog dan. Ik weet dat ik iets te vroeg gestapt ben, maar laten we zo zeggen, in de Sinterstijdperk, toen was deze brug er nog niet. En hoop. De bussen waren ook niet hier, maar de bus die kwam eigenlijk hier aanrijden en dit was het busplein.
Ik heb zo vaak hier gezeten met volgens in de bus zo van het hoekje om. En dan vervolgens hier om. En dat buschauffeur kon daar niet eens zien überhaupt of er een auto aankwam of wat dan ook. Want dat was... Dat waren toen die Volvo 7000 bussen. Die waren zo hoog dat stukje bij de chauffeur daarnaast dat hij gewoon niet kon zien. Dus dat was meestal gokken. Dit is trouwens heel bijzonder. Het gebeurde wel eens een keer, de kruising in Ruurlo, maar maar goed, ik ben in de tijd dat Sinters hier vanuit ik reed eigenlijk niet zo bekend geweest. Ah, ledig materiaal. Oké, dat verklaart. Dat is inderdaad wat ik inderdaad dus, toen ik dat zei met die lintjesoverbrenging, dat dat ook... ongeveer hetzelfde was, zeg maar. Dan, Nou, zeg een... Ding. Ik mis eigenlijk een beetje de grunt van die machine. Oh, ik weet de tijd nog wel dat het zomer was. En zomer in Enschede richting Hengelo betekende altijd, als je met de stoptrein moest, dat je... je had de keuze tussen een hete trein of een nog hetere trein. Het was inderdaad de SGM toen een keertje. Het was Mat 64 had je. Met de DDAR had je met de LOX. Je had tenminste nog iets beluchting. En je had de DM90. En de DM90 met natuurlijk een warme dieselmotor in de hitte van 30 graden was natuurlijk niet fijn. Ik heb wel een leuke tijd. Als jij instant wil zweten, dan moet je die trein hebben, ja. Was, oh, wat echt serieus. Wat heb ik op dat moment echt mijn leven gehaat op dit moment. Maar goed. Dus, destijds voordat met voorwerkzaamheden tweede spoor in Ruurlo gesaneerd zou worden. Dat is toch niet gedaan. Ja, ik had zoiets ook gehoord, maar... Het staat volgens mij nog steeds ergens op de planning. Hetzelfde met het... in Doetinchem heb je ook zo'n overwegsel, maar waar de breng dan overheen gaat. Eigenlijk naar het brengspoor, maar bijna nooit gebruikt wordt. Dat wil ze ook saneren. Ik weet nog wat deze treinen toen uitgingen. Dat was wel jammer altijd. Maar goed. Een treinserie uit dienst gaan is eigenlijk nooit leuk. Maar goed, dan maak je dat mee met de Mat 64. Dan maak je dat mee met de DDR en met de DM90 en de SGM. Dus ik heb dat met vier materiële series meegemaakt. Sheesh.
Ja, ik bedoelde, je weet wel dat bij Brink, zeg maar, als je de aansluiting richting Winterswijk, zeg maar, die overweg, zeg maar. Dat kleine stukje overweg met die aansluiting, met de wissel, dat wilden ze saneren, dat stukje. Dus dat ze, zeg maar, het Brinkspoor, zeg maar, daar in principe doodlopend maken. Zo bedoelde ik het. Ik zie hem bijna. MTDM niet. Kan best zijn van wel. Natuurlijk wel met. ik bedoelde daarin ook weer precies meer, zeg maar, het gedeelte dat ik eigenlijk in de laatste tijd in die type trein heb gezeten, zeg maar. Maar goed, ik reis tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer met de trein eigenlijk. Dus eigenlijk wel best wel jammer eigenlijk. Dat is op de plek waar ik woon, is geen trein. Ja, er is wel een trein. Dan moet ik even naar Haaksbergen gaan. En dan kan ik met de trein naar Boekelo. Maar dat is ook niet een standaardlijntje standaard. Onwijs Arem, goedenavond en welkom. Dankjewel voor de 4 maanden resubscriptie. Ding ding. We hebben een Störung in de trein zitten. We hebben de Duitse operating system geïnstalleerd op dit ding. Dank je. Oh. En ik ben weer in. Ik zit serieus ondertussen even af te denken over wanneer ik zou moeten remmen, maar. Natuurlijk, ik rem weer veel te vroeg. Ja, de trein heeft volgens mij een Störung in zijn besturingssysteem zitten op dit moment. Dames en heren, het volgende station is Vorden. Je kunt hier overstappen op de bus richting Hengelo en Doetinchem. Er wordt de reiziger genaamd Gerben aan boord. Het is niet de Hengelo, maar Hengelo-Oldenzaal. Hengelo-Oldenzaal. Oh, nou, Hengelo-Gelderland. Ik zal hem naar de werkplaats sturen. Laatste van wat ik las, wouden ze bij dit gebouw wouden ze een chocolaterie van maken. Ik weet ook niet wat de status is daarvan. Maar,
is iets wat enorm veel licht uitstoot. Op naar Zutphen, het eindpunt van deze trein. Ja. Stefan City. Ja, ik vind het gewoon bijzondere verlichtingen in één keer. Oh. Mijn tegentrein had de lampen ook aan. Dus ja, dat helpt. Zijn niet gewoon hier eindigen. Maar helaas, het is dat we naar Zutphen moeten. Gisteren is het. Oh jee. Het gaat zo makkelijk, hè? Zo. Nou, in deze route zien we hier zometeen wat zonnepaneeltjes liggen. Die liggen natuurlijk in werkelijkheid, liggen die er nu. Maar die liggen er vroeger, hadden die er niet gelegen.
Wat vond je van de WK-finale? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Laten we zo zeggen, ik ben niet een super voetbalfan eigenlijk. Dus ik heb het niet echt gevolgd. Ja, de buffel inderdaad, qua geluid is het inderdaad, voor wat ik me herinner, is inderdaad het geluid wat zacht. Kerstevent al gedaan. Ik ben bezig met een kerstevent. Ik ben volgens mij op ritje nummer 5 van de 15. Ik ben eigenlijk één ritje per dag aan het doen. Dan, maar ik zie wel eens, ik hou wel eens een keer in de gaten die... die lijst met die gifts. Gifts, zeg maar. Wat die, hoe snel die gewoon vol zijn. Bijvoorbeeld de wat was het? Op de eerste dag hadden de Duitsers al iets van de 40 pakketjes of zo. Alleen maar in Duitsland al. Dus er zijn al 40.000 deliveries of zo. Ik zie wel eens een keer af en toe wel eens een keer meldingen voorbij komen van een aantal. Zo van het is zo van de schijt is omgekocht en dat soort dingetjes. Vijf stuks, oh dat scheelt wel. Je hebt toch ergens halverwege januari heb je het of zo. Dat is de tijd, dus je hebt nog mooi. Komen we alweer bij de aansluiting richting Deventer. In werkelijkheid is het spoor hier gesaneerd. Ergens daar of zo. Dat is tegenwoordig opstelspoor. Maar goed. Dames en heren, het volgende station is Zutphen. Zutphen is het eindpunt van deze trein. U kunt hier overstappen op de stoptrein richting Olden of Lochem, Hengelo en Oldenzaal. Je kunt ook overstappen op de stoptrein richting Klarenbeek en Apeldoorn. Je kunt ook overstappen op de Intercity richting Arnhem, Nijmegen en Roosendaal. En op de Intercity richting Deventer en Zwolle. Oh, en u kunt ook overstappen op de stoptrein richting Arnhem. U stopt ook op Brummen, Dieren en de rest van de stations. Sinters, bedankt dat u heeft gekozen voor het reizen met Sinters. En wensen u nog een hele prettige dag.
Nou. Het is behoorlijk druk hier. Crash met zijn fluit naar een x aantal seconden in plaats van dat de deur dicht gaat. Goedemorgen machinist, u bent veilig aangekomen op station Zutphen. Geniet van de kleine break en maak het klaar voor uw volgende rit. Groet, Gekkie Dink.